Dit is Him voor de Weekend waar je naar luistert. En we gaan zo meteen even naar het nieuws. Maar Rick, die is even koffie halen. Rick, lukt het? Ja. Dat is ook wel natuurlijk heel belangrijk. Dus wat gaan we dan doen? Dan krijg je even een heel spannend spelmuziek. Ja! Koffie is ondertussen in de studio. Snel naar de plek rennen. Doe maar zeg. Ja? Oh. Ja? Ik voel me hier soms net een stagiair. Het kan bij ons ook nooit helemaal goed gaan. Hè? Koffie halen voor de grote baas. Ja, dat jij zo'n grote mok moet hebben, nee. Ik ben er klaar voor, hoor. Ja. Ja. Ja, je moet er je eentje doen vandaag. Ik moet er mijn eentje doen, maar dat maakt niet uit. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga het proberen. We gaan het zien. Ja. Komt ie aan. Muzikale verwijzingen naar het nieuws van de afgelopen week. Welke link kun jij leggen, Miguel, tussen de fragmenten en de actualiteiten? Dit is onze muzikale nieuwsquiz. En de grote vraag, heb je het nieuws een beetje gevolgd? Een klein beetje. Ik heb af en toe even die nieuwsapp aangeklikt en dan af en toe die pushberichten van de Gelderlander dat de hele dag en nacht doorgaat. Maar echt heel erg nauwkeurig heb ik het niet allemaal gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, het was natuurlijk vooral Songfestival allemaal, hè? Ja, heel veel, ja. Dan kun je vaststellen, dat zit er niet tussen. Oh, nou, kut, sorry. Ja, om toch even niet al te makkelijk te gaan maken. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we naar fragment ronde 1. Over welk nieuws van de afgelopen week gaan deze fragmentjes? En je hoorde dus Christina Aguilera met Ceasefire. Daarna Jason Derulo met Love Not War. En de aanwijzing is, rust is wedergekeerd. Oh, dat er toch een wapenstilstand is gekomen tussen Israël en Palestina. Ja? Dat was eerst niet het geval. Toen gingen ze toch nog raketten afvuren en uiteindelijk is het toch gelukt. Nou, het is niet moeilijk. Nee. Die heb ik dan wel weer een beetje gevolgd, ja. Ja, ik moet nog geen sidekick hebben. Dan kun je een beetje concentreren. Dat dan, denk ik ook. Je hoeft niet te provoceren. Ja, maar daar is het verleden ook al gebleken. Als wij hier met z'n tweeën zaten, dan was jij veel beter in de nieuwsquiz ineens. Ik ben in één keer heel zenuwachtig dan, denk ik. Dat ik ga verliezen. Ik kan niet goed tegen me verliezen. En nu kan ik niet verliezen. Het is gewoon of wel of niet. Je kunt het alleen slecht doen, of goed. Ja. Ja, nou ja. Oké, fair enough. Klaar voor de tweede ronde? Ja. Of welk nieuws gaan deze fragmentjes? That awful sound, bang bang. Ja, Nancy Sinatra met Bang Bang en daarvoor nog MIA met Paper Planes. En de aanwijzing die hierbij hoort is Wild West. Gaat dat over die koerier in Amsterdam, die wagen, die geldwagen die is overvallen en dat echt een schietpartij van je welste daar was? Ja, ching ching ching. Nou, het kan dus wel. Lekker bezig hoor. Het was inderdaad een overval op een geldtransportwagen in Broek in Waterland. Wat echt door weilanden, over de hills, faraway, overal weer uitgevochten. Ja. En was er Wild West dus. Ja, die beelden zijn echt heel erg ziek. Dat is echt, veel mensen hebben dat gefilmd en je hoort die geweerschoten overal. Het is echt inderdaad net een film. En die auto die de achtertuin in reed. Ja. Gelijk weer winter klaargemaakt. Ja. Nou, lekker. Ja, mooi. Ik hoorde de politie ook zeggen van ja, dit komt eens in zoveel jaar een keer voor. Dus dat was ook voor hen best wel bijzonder. Ja. Leuk, gaan we door naar de laatste fragmentenronde. Over welke fragmenten over welk nieuws van de afgelopen week gaan deze fragmenten. Ik ben zonder sidekick zenuwachtig. Ja, dat merk ik. Ik voel me meer bekeken. Ja. Dat is het meer. Nee, bij mij gaat het beter zo. Okay. Nou, concentreer je dan maar. Komt-ie aan. Stofzuiger trouwens. Je hoort de Snollebolletjes met Lang Zal Ze Leven en Queen met I Want To Break Free. En de aanwijzing die erbij hoort is Undercover in Nederland. Undercover in Nederland.
Dan heb ik het niet over het programma. Nee. Ja, ik twijfelde, ik dacht bij die stollebollekes aan dat interview met Maxima. Maar ik weet niet of dat afgelopen week was. Toen was ze 50 hoor, volgens mij. Dat dacht ik eerst. Maar nu dat andere undercover in Nederland, dat weet ik niet. Ik heb ook gehoord dat iets met undercover achter. Ja, ik weet het niet meer. Nee. Meestal moet je ook bij je eerste gevoel blijven natuurlijk, hè? Ja, dan doen we dat maar. Maxima 50 jaar? Ja, natuurlijk. Ja, en de linkjes waren dus langs ons leven, ja, dat mocht duidelijk zijn. En Queen, koningin. En de koninklijke Nederland zei in het interview onder andere dat ze, toen ze net in Nederland kwam, dat ze met een pruik op vermond het land ging verkennen. Oh, oké. Okay. Dus, ja, ik heb het interview niet gezien. Ik heb een stukje gezien. Matthijs van Nieuwkerk was helemaal hyped, maar ik heb er heel weinig van gevolgd, moet ik zeggen. Toen, okay, ja, ik heb hem wel gezien, het interview. Maar ik weet niet precies tot hoever. Want ik werd op een gegeven moment wakker en toen was het volgende programma al bezig. Zo interessant was het gewoon. Ja. Oké. Okay, maar nou, goed. Is het een beetje goed gegaan deze keer? Volgens mij wel, toch? Even kijken. Jawel. Eigenlijk had je alle drie. Oké. Okay. Ja. Nou, okay. Ik geef je 9,5. Dankjewel. Het is voor mij deze keer dus een beetje een lovely day, als ik het zo mag zeggen. Oh. When I wake up in the morning, love. Ik hoor het laatste verhaal van een man, die had onze vorige video gedeeld en die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar probeer het gewoon, liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,